In dit mooie, grote oude huis woont de weduwe Nel van de Goedsmulders. Kunnen we ook een beetje normaal doen? Met haar drie volwassen zonen. Waarom? Waarom wonen die jonge mannen nog steeds bij hun moeder? Waarom moest ik eigenlijk zo nodig geboren worden? Waarom zijn ze niet uitgevlogen? Waarom ben ik opgezadeld met zo'n halfgare familie? Waarom doet niemand even open? Er wordt gebeld! Welkom thuis! Dag Nel. Dag deze man. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Het is weer zo laat, we zijn weer thuis, vast als een huis staat, waar het op staat. We zijn weer thuis, om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat, geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis, en waar het op slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak, het is weer feest, of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Vertel eens, hoe zijn jullie gevaren? Gevaren? Ja, gevaren. Ik bedoel... Gevlogen zijn we. Ja, maar hoe? Ja, hoe vlieg je nou? Zaten we niet in een soort, hoe noemen ze dat ook alweer? Vliegtuig. Dat zou best eens kunnen. En dat is inderdaad niet geheel zonder gevaren. Daar heeft oom Gerard gelijk in. Ik bedoel met gevaren. Hoe hebben jullie het gehad op Aruba? Wat gehad? Het. Oh, ik had het vaak niet meer. Hoe dan ook, we zijn blij dat we allemaal weer veilig thuis zijn. En dat jullie hier zo mooi ondertussen oogjes in ons zeil hebben gehouden. De plantenwater. Oh ja, koffie. Roeland heeft het in ieder geval reuze naar zijn zin gehad. Wie is Roeland? Nou, we hebben dus een kater. Oh ja? Vertel eens. Slecht weer, vies eten. Ongunstige wisselkoers, oncomfortabel hotelbed. Wij hebben geen kater. Niet? Oh, nou, ik dacht dat jij dat zei. De Arubaanse bevolking zal er maar eentje hebben. Hm? Van jullie. Gerard. Ja? Nog niet. Maar als het zover is, zal het dan niet bij eentje blijven. Maar het is dus mijn Roeland, weet je wel? Oh, jullie hebben het over onze Roeland. Wat nou onze Roeland? Jullie waren er allemaal op tegen dat hij meeging. Omdat ik niet wist of jij wel besefte waar je aan begon. Jij kon het nou wel leuk vinden. Het was nog maar de vraag of hij er ook zo over dacht. Nou, die vraag lijkt me inmiddels ruimschoots beantwoord door die uitsloven. Hij lustte er wel pap van. 3, 4, 5 keer per nacht. Ik heb geen oog dicht gedaan. Wat dacht je van ons? Wat een kabaal. Niet echt wat je noemt de stille genieten, die Roeland. Het hele hotel sprak er schande van. Die Thijs. Die heeft zo te horen zich lekker uitgeleefd daar op Aruba. Nou ja. Maar overdag kwam Roeland heel lief. En totaal uitgeput. Op het strand onder de parasol tegen je aan liggen, hè Thijsje? Ja. Ik kwam voor Shirley. Om haar weer te kunnen ontmoeten had ik doorgedrukt dat we met vakantie naar Aruba zouden gaan. Dat het met haar, dat het tussen ons ook nog wat zou worden, kan ik nu wel op mijn buik schrijven. Je hebt dan zelf niks kunnen ondernemen. Inlevingsgewijs heb je toch genoten. Van de uitspattingen van een Krolse Cyperse kat. Nou, ik kan ook niet echt zeggen dat ik echt veel heb klaargespeeld daar op Aruba. Hoeft ook niet altijd, Goofje. Je bent trouwens altijd zo druk bezig met je computerbusiness. Je mag best eens een beetje bijkomen. Nou, leuke meiden zat, hoor. Maar niemand zat er nou speciaal op mij te wachten. Het stikt er gewoon van de mooie, hartveroverende bruine jongens. Daarentegen bleke, leuke, meeslepende, bleke puntneuzen daar dun gezaaid. Als ik goed begrijp, is die Roeland een kat. Wie gaat er nou op reis met een kat? Ik? Ja. Maar ik bedoel, ging dat wel in dat vliegtuig? Nou,
Daar heb ik me wel een beetje zorgen over gemaakt. Ik had hem dus als handbagage in een tas op schoot. En op een gegeven moment wilde ik hem dus een kattensnoepje geven. Waar is Roeland? Bas! Waar is mijn kat? Bas! Roeland is weg! In de tas doen en de tas onder de zitplaats voor u, ja? Tas, wat? In de tas, graag nu. Ach, het arme beestje doet toch niemand kwaad? Ze wordt verzocht niet meer te slapen, en de veiligheidsriemen vast te maken. Gaan we landen nu? Waar heb ik de landingssnoepjes? Landingssloepjes? Onverantwoord is dat die piloot nou een noodlanding wist te maken. Waar is die? Hij moet er dan niet aan denken. Wij hadden het toch alleen maar gedroomd? Hm? Dan had je gedroomd? Nee, het is echt waar niet echt gebeurd. Ik bedoel, hij had het gedroomd. Waar is Roeland? Waar is mijn kat? Meisje, wakker worden. Nou, geloof me het wel. Is er misschien de deur uit toen jullie kwamen? Ik bedoel, hij mag best buiten, hoor, maar ik kwam na die week op Aruba toch liever eerst weer hier even laten wennen. Thijs. Roeland is weg. Toen we thuis kwamen. Toen had ik hem op mijn arm. Maar toen jij meteen naar boven vloog om te douchen. Toen zijn de buren hem komen halen. Wat? De kat. Blijkt van hier verderop te zijn. En hij heet Kees. En dan is hij niet van Hully, want hij heet Roeland. De idiote naam voor zo'n stomme kat. Oh ja? Ja, ik vind Roeland meer een naam voor. Een klok? Nooit gehoord van klokken Roeland? Oh ja! Eenzaam en grijs, stroomt gelukkig het beeld van verleden. Somber en groots, steeds stom en dos. Treurt dan de held of trouwt van heden. Maar soms hij wilt en eensklaps scheelt zijn plots het staan. Jij hebt je krolse kornuitje natuurlijk genoemd naar razende Roeland. Orlando Furioso. Uit het gelijknamige, epische heldendicht in stanzen van de grote renaissancistische dichter Ludovico Ariosto. Waarin hij de liefde van Orlando bezingt voor zijn Angelica. Een liefde die hem tenslotte tot waanzin drijft. Oh, Angelica! Oh! Toch op, ik heb Roeland genoemd naar de legendarische paladijn van Karel de Grote. Zoals die in de 11e eeuw werd bezongen in Chanson de Roland van Turaldu. Zo? Roland, de moedige markgraaf van Bretagne. Die in 778 sneuvelde in de slag bij Roncevaux. Er is ook nog een computergestuurde MIDI-koppelbare synthesizer met die naam. En ik heb nog ergens een gek achterneefje dat zo heet. Wandaatje. Wandaatje, dat vind ik nou een idiote naam. Past haar wel heel goed. Past haar beter dan hun nieuwe haar. Hoe durven jullie mijn kat mee te geven aan de buren? Hij is echt van de flintermannetjes. Ze lieten een foto zien. Ik kan wel 10 foto's van Roeland laten zien. Als dat joch nou per se een kat vindt. Dan kan hij van ons een krijgen, hè, druilen hoor. Mafkop, cententeller. Harpagon. Wat? Harpagon?
de vrek uit Lavaar van Molière. Omdat ik mijn erfenis er niet doorheen wil jagen? Dan ga je toch naar een asiel, de sterfte van die rotkap. En nu wil ik alles over jullie vakantie horen. Hoe hebben jullie het gehad en wat zien jullie er goed uit? Ja, Thijs in het pak en wat heertje. Ja, waarom heb jij je in vredesnaam meteen zo netjes aangekleed? Godverdomme. Wat zeg je me daar? Jezus Christus. Dat zei je niet. Geef me maar een eerlijk antwoord. God kan leren. Je zei godverdomme. Is het dan nodig, dat gevloek? Nee. Net zo min als het nodig is om daar wat van te zeggen. Wat moet jij met de autosleutels? Mijn autosleutels. Precies, kom op, geef terug. Geloof je, papa Zoals is van ons allemaal. Oké. Okay. Als Thijs hem dan nu ophalen? Dus ja. We zitten nog steeds opgescheept met het opzichtige slagschip. Maar onze eigen oude trouwe blauwe rol zal nu toch ondertussen wel zo'n beetje klaar zijn? Lijkt me wel, ja. En ik wou hem dus morgen ophalen. Is het nu al soms morgen? Nee, maar weet ik hoe lang hij wegblijft? Voor mijn part heel lang. Ach, wat wil je dan? Kan niet iemand van het garagepersoneel dat witte gevaar te komen omruilen? Ik moet nu weg! Voor de vakantie heb ik me opgegeven voor zo'n televisiequiz. Oh ja? Wanneer is dat? Vanavond. Vanavond is de opname. Ik moet naar Aalsmeer. Hals over kop? Dat moet je doen. Die door prins Klaus overhandigde koppeltje duiktrofee was meer dan verdiend. Toen ons dorp op Koninginnedag een keer werd getroffen door koningbezoek, toen maakte diep indruk op Beatrix door als eerste te finishen. Ach, zit de boel toch niet voor de gek te houden, jij? Dat was helemaal niet met kopje duikelen. Nee, verplassen. Zage over. Moet dat nou? We zijn net thuis. Ja, ik maak nog even een kopje koffie. Kom op. Jullie hoeven niet mee. Ik zei je te zijn de tijd op de televisie wel uitlachen. Mag ik die klappen voor mijn zoon? Kunnen die televisielui niet even wat omgooien? Nou, daarvoor laten ze nou juist onze Thijs opdraven. Zo'n Joop van den Ende mag toch ook wel eens een beetje rekening houden met de wensen van de kandidaten. Ja, alles hoeft toch niet precies zoals het hem uitkomt. Pff, laten ze blij zijn dat jij mee wilt doen. Hè? Daarom heeft die kleine zich op het strand door 25 delen Winkler Prins heen gegaan. Wat is er in mijn kamer gebeurd? Ze is aan mijn spullen geknoeid. Ik wou kijken of ik misschien toch ook een beetje overweg kon met die dingen. Word je bedankt. Je hebt er het puinzooi van gemaakt. Hou je voortaan bij je abollige uitvinding, Kiesman. Toevallig heb ik hier wel even een alarmsysteem aangelegd. En daar valt niets op aan te merken. Werkelijk geen ene reet meer van. Wat heeft die geschifte Willy Wortel hier in godsnaam uitgespookt? Hoe word ik ooit nog wijs uit deze chaos? That's him, that's your man. Je kan hier niet best wel de keuken binnendringen. Oh nee. Gerard heeft al een alarmgedoe aangelegd. Stelt niks voor. Evenals de man zelf trouwens. Ja, je gaat wel ver. Ik ga nog veel verder. Het blijft niet bij het binnendringen van de keuken. Nee, we doen het hier. Wanda, lief. Is je een beetje op? Wanda, ik ben nog steeds je wethechtgenoot. Het toe, Simon. Blijf jij nog even gezellig koffie drinken? Lukt het een beetje, Wanda? Ze wou het zelf, dus laat het nou maar. Wanda? Ja, ik kom! Ik ook! Wat doe je toch allemaal? Kan ik even helpen? Laat nou maar. Vrouwen hebben er een hekel aan als mannen in de keuken om hen heen darren. Ik hoor een mannenstem. Wanda? Niet binnenkomen. Zegt je toch? Nee, ik ben even aan het dweilen.
koffiekan was gevallen. Ja, zoiets stoms. Ja, dat kan heel goed, ja. Ik heb de radio aan. Ik wil de weersverwachting horen. Je hebt gewild toch morgen gaan picknicken? Het weer van morgen. Aanvankelijk motregen, later aanzwellen tot fikse plensbuien, mogelijk ook onweer. Weet je, Gerard, toen jij na die breuk met Tineke van de ene dag op de andere op wanden overstapte, had ik zo mijn bedenkingen. Maar gaandeweg ben ik er steeds geschikt te gaan vinden. Lieve bezorgde zuster van. Wat ik doe mag dan misschien niet overal meteen in goede aarde vallen, maar ik weet waar ik voor sta en wat ik doe. Zit er dan ook nog eens een lief klein neefje voor mij in? Ik zal haar toch eerst maar eens even met de koffie gaan helpen. Bob, wat hebben we gedaan? Ja, hoe noemen ze dat ook alweer? Ik moet nu, anders dan... Het was heerlijk. Die picknick, morgen, in de regen, dat lijkt me een uitnemende gelegenheid om het uit te maken met die lange glibber. See you. Ik heb een suite in het Molton Hotel. Maken. Als dat weer zo lang moet duren. Wat was gebeurd voordat ik er erg in had? Voor mij maar niet meer, Wanda. Voor wie dan eigenlijk wel? Ik ben ineens doodmoe. Nou, dan gaan we toch. Jullie worden bedankt. Ja, we wilden jullie toch even welkom heten. Voor het oppassen. En bedankt voor de koffie. Het is wel goed. Ga dan maar weg. Zo bedoelde ik het eigenlijk niet. Het is wel goed. Wij gaan al. Doelde eigenlijk en nou opgeduffeld. Wat is dit? Komt dit nou vandaan? Dit is fantastisch. Dit is geniaal. Hoe heeft die halvergare Gerard dit met elkaar in verband kunnen brengen? Warboel van mijn leven gemaakt en die probeerde ik te ontvluchten. Ik dorst je niet onder ogen te komen voordat ik die chaos had opgeruimd. Mijn reis naar Aruba was een vlucht. Maar kan men vluchten voor zichzelf? Aruba is ongetwijfeld een prachtig eiland. Maar ik had er niks te zoeken. Ik kon alleen maar denken aan jou, Babette. Ik hou van je, Simon. Om Gerard nou dat gedaan hebben. Ja, zonder directory kan ik geen Rietmeer.bad zien. Ik schrik me dood. Je eigen moeder, ik had toch heus geklopt. Wanda en Gerard zijn weg. Simon slaapt, ik ga ook maar naar bed. Ben jij niet dood op van die vliegreis? Nee, moet hij morgen uit zijn. Heeft Gerard erg veel verknoeid? Hou even op.
Als Thijsje vanavond laat verslagen thuiskomt van zijn televisiequiz op treden, ben je dan een beetje lief voor hem? Ja. Is er al koffie? Oh. Ja, zonder Norton kan ik geen hidden file vinden. Of zou hij... Vraag om niks. Die ook nog met de eer strijken. Dag, Karel. Zal ik morgen weer eens langskomen? Om even bij te praten? Wie heeft u gezegd dat u mevrouw van der Hoed Smulders moet tegenhouden? U! Ik moet toch iedereen die geen afspraak heeft... Zij is niet iedereen. Iedereen is iedereen. En iedereen zonder afspraak... De afspraak is dat zonder afspraak... de uitzondering bevestigt de regel. Kom verder, Nel. Helemaal niet. Eén uitzondering en het is geen regel meer. Het onder alle omstandigheden gelden. Dat is nu juist het kenmerk van een regel. Juffrouw Rijfkogel, draaft u niet zo door als zich een moeilijk geval voordoet. Dank je wel, Henk. Hè? Dat bedoel ik niet zo. Ik vind het anders wel raak getroffen. Luistert u eens goed. Ik doe niets anders. U had toch even ruggespraak kunnen houden met Yvonne? Uw secretaresse is er nog niet. Het is toch ook nog geen 9 uur? Als u nou voortaan ook normaal op tijd komt, dienen zich dit soort problemen niet aan. Ja? Is niet persoonlijk bedoeld, Nel. Ik ben graag stipt op tijd. U bent te vroeg. Waardoor ik straks precies op tijd ben. Als men eenmaal te laat is, dan wil het... Ja, hou er nou maar over op. Ja? Ga zitten, Nel. Als ik het goed begrijp, luidt de nieuwe regel... Een ieder die geen afspraak met u heeft gemaakt... wordt niet zomaar doorgelaten behalve mevrouw Nel van der Hoed Smulders? Ja. En ik zal u nog eens wat zeggen. Ik moet nu gaan, anders ben ik niet op tijd beneden in de receptie om ongewenst bezoek af te poederen. Zo, Nel, je bent weer terug. Hoe kom je daar nu bij? Ik zit nog steeds op Aruba. Nou, ik weet niet hoe je het daar hebt gehad. Maar je gevoel voor humor ben je daar niet verloren. Mijn hoop dat ik ooit nog Edu Zwanenpark zal ontmoeten, ben ik nu wel kwijt. Edu Zwanenpark, de vermiste vader van Govert. Ik ging naar het hotel waarvan ik wist dat daar de leiding van zijn hotelketen zetelt. Aha, je had hem opgespoord en wou hem alsnog zijn vaderschappelijke verantwoordelijkheden onder de neus wrijven. Ga verder. Is de heer Zwanenpark er ook? Daar gaat hij net. Verdomme nog aan toe! Waarom zit die stomme Grietel nog niet om koffie te brengen? Ook goedemorgen, meneer Born. Dag, Yvonne. Nee, ik zeg net tegen een cliënte... dat je daarmee nog een stomme Griet bent... als je zo vriendelijk wil zijn als secretaresse hier even wat koffie te brengen. Ja? Ja. Dank je. Je moet zo op je woorden passen. Ze zijn zo gauw op hun teentjes getrapt. Waar waren we gebleven? Niet op Aruba dus. Oh, nou, na onze aanvaring met Edu... was ik het liefst de eerste dag direct teruggegaan. Kijk een beetje uit met wegrijden, je weet je wel. Passen met je poenige kaart. Zal ik jou even helemaal in elkaar tremmen? Je wil een vergunning om hier toeristen rond te slepen. Beunhaas. Wat moet je nou? Wat moet je nou? Ja. Ouwe lul. Ja. Zwampampen? Ja. Nee. Rij je maar te barsten van mijn part.
jongens, die naam staat, die baas staat wel op mijn naam. Hè? Dat is mooi. Waarom mag ik dan ook niet rijden? Dat mij moeten laten rijden, jongen. Govert wist niet dat het zijn vader was en zijn verwensing werd bewaarheid. Wie zegt dat? Die begrafenis? Dat was zijn vader, bleek. Ja, ja. Edu's vader. Aha. Govert's grootvader, zeg maar. Edu zelf heeft zich sindsdien, althans voor mij, verborgen gehouden. En wat nu? Niks. Ik was vanmorgen vroeg bij het graf van Karel. Altijd bij elkaar blijven, Karel. Dat uw landsgenoot de echtgenoot van de hoed, Karel, laatstelijk woonachtig, enzovoort, enzovoort. Potverdrie, dat is geen kattendrek. Zo'n slordige 4 miljoen nalaat. How time flies. Volgens mij had ik toen nog een snor. Ik zal je niet langer ophouden. Nou, als notaris van de familie, maar ook vanwege het vertrouwen dat je in mij stelde jullie vermogen te beheren. Ja, ja, ja. Mag ik je toch ook wel vragen over jullie fijne vakantie? Fijne vakantie. Thijs zou dan Shirley wel weer even voor zich winnen. Dag Thijs. Simon heeft zich voornamelijk geërgerd. Bent u een kende Nederlander? Nee. Daar zit dokter John van Zeggens A. Gaat die maar lastigvallen. Het is niet voor mezelf, hoor. Maar ik heb hier handtekeningen van dokter Jan van der Woude en zijn vriendin. Ron Brandsteder, Henny Huisman. Bent u eigenlijk wel iemand? Govert vond gewoon nergens wat aan. Mag ik een handtekening? Ja, ik kom eraan. Ik ga even een pen pakken. Ogenblikje. En wat mijzelf betreft... Sorry, als ik je verveel. That's all right. Ik ben al veel te blij dat je niet om rentestanden vroeg... en opheldering over mijn financiële manipulaties. Ander keertje graag. Dankjewel, Yvonne. Je bent een schat. Flikker dit even voor me in de shredder. Krijg ik dadelijk de Fiat over de vloer. Je hebt toch nog een reisverslag hier uit kunnen bakken? Als je mij straks even dropt bij de zaak, kun jij met de roze naar de krant. Babette? Wat, mam? Deze mannetje. Was al vroeg op pad, had boodschappen gedaan. Kon niet meer slapen vanwege de jetlag, hè? Zijn Simon en Govert erop? Gaan we gezellig met z'n viertjes ontbijten. Hoi! Oh ja! Hoe was de televisiequiz? Ik heb gewonnen. Gefeliciteerd, jongetje. Ik wist dat je het kon. Wat? Nou, we moesten met ballen gooien en over een schutting. En met woordjes en getallen. Maar wat heb je gewonnen? Het gaat toch om een spel? Oh, een badmintonspel, een reiswekkertje, een koffiezetapparaat. En daar ben je de hele avond voor die televisielui voor in de weer geweest. En een geheel verzorgde reis voor 4 personen. Aruba. We zijn weer thuis. Ja, nee. Ik heb het niet uit. Je hebt die prijs toch niet uitgezocht? Denk je dat ik dat voor mijn lol heb met jou? Ik heb het niet dat moet jij dan nog eindjes zeggen. Dat moet jij dan nog. Oh ja, hier. Hier. Ja, maar.